Moet je kijken, man, 10 ton af. Ik heb je laxeermiddel. Nu in! Ja! Met mijn benen, hè? Je moet uit de auto trekken. Zo! Yes! Welkom bij een nieuwe video van... Pakjes! Een hele nieuwe video voor jullie jongens en meisjes. We gaan iets doen wat we al heel lang niet hebben gedaan. We gaan eens een keer weer een Instagram poll doen! Oh ja, dat betekent dus dat we dus Instagram erbij gaan pakken. En we gaan elke keer twee verschillende dingen doen waar jullie uit mogen kiezen wat wij vandaag gaan doen. En wat wordt de eerste vandaag? Want het is nu middag, het is 12 uur. Wat gaan we eten? Avondeten? Avondeten? Gewoon boterham. Normaal eten mensen gewoon de boterham 's middags of avondeten. We gaan vandaag een Instagram poll doen. De eerste van vandaag wordt... Wat gaan we eten? Avondeten of middageten? Dus boterham. Het is 1 uur, dat is toch een normaal middageten? Ja, oké, maar wat gaan we nu? Ja. Jullie mogen we bepalen. Ja. Oké, nou we gaan hele verwachten en jullie kunnen dus allemaal gaan stemmen. En dan gaan we kijken wat het wordt. Ondertussen gaan we even naar de konijntjes toe. Kijk eens even. Ah, er wordt heel vaak gevraagd hoe gaat het echt met de konijnen. Nou ja, je ziet het. Goed. Ja, goed. Kijk, die dikke die komt er altijd gelijk uit. Ja, zeg eerlijk, hij is dik. Ja, hij is gewoon groot. Hij is wel groot, ja. Ietsje dikker, maar... Hij is gewoon gespierd. Zullen we daarop houden? Ja, voor is dus echt niet dik, hoor. Nee, hij is lekker slank. Moet je kijken, man. 10 tonner. Hé, hey, vetklep. Oh, Forst is sloopt gelijk. Forst is ook weer van basketbal, dus je sloopt gelijk de hele... Oh. Ren voor je leven. Wat is hier in één keer bang? Ik heb hem eens aangeleerd, als ik naar hem toe loop, dat hij zelfs hokken gaat. Erbij, dan gaat hij zelf hokken, omdat hij dan weet dat hij dicht gaat. Dan oh, dus wat een mooie truc. De konijn is gewoon doodsbang voor Jesse, maar Jesse noemt het een truc. Ik kan hem gewoon aaien. Oké, Jesse kan hem gewoon aaien, jongens en meisjes. Kijk, hij gaat erin. Nee, nee. Zeker, Jesse, heb je hem ook aangeleerd? Als je daar komt, dat je zo hokken moet. Ja, papa, jouw schuld. Mama, don't kan de light is. Nee. Oh, Jezus, mina, kijk dan. Nou, terwijl Jesse even lekker zaas we daar gaat soms ook een bokverm. Is het tijd om te gaan kijken wat de tussenstand is, Sam. Boterham vriend 20% en luxe avondeten 76%. 76%, dus we gaan nu gewoon overdag avond eten. Zo is het. Gaan we nu snel eerst even de volgende poll doen voordat we eten gaan maken. Want wat is hier aan de hand hier verderop? Om de hoek lopen ze de Vierdaagse en ik wil wel graag meekijken. Kan je kiezen uit optie 1. Stiekem meelopen met de Vierdaagse. Ja, doen alsof we meelopen. Of zo snel wie het snelste spekjes kan uitdelen. Ja, dat Jesse en mijn Pepper Challenge gaat doen wie het snelste hun spekjes kwijt zijn. We hebben twee opties. Eentje is we gaan spekjes uitdelen. Spekjes uitdelen, dan gaan we challenge doen wie de meeste spekjes kwijt komt. Jesse en mijn Pip. Of? Ja. Of zelf meelopen. Voor de of net. Zelf meelopen. We gaan nu dus beginnen met ons luxe avondeten. Ja, we hebben hier zo'n bedrijf. Hello Fresh. Het is eigenlijk hetzelfde als een supermarkt, maar je hoeft niet alles te kopen voor het gerecht. Je kan een gerecht uitkiezen en ze brengen jou alles. Ja. Je hebt ook hier hoe je het allemaal moet maken. Nou, dan kan ik zelfs gaan kopen. Ja. Ja, Irm die koopt toch echt meestal hier? Of meestal eigenlijk altijd. Maar nu gaan wij gewoon even kopen, dus ja. Irm, jou toch helemaal niks te doen. Ga jij maar even lekker zitten. Zal ik zitten? Gewoon tussendoor wat aanwijzingen geven? Nee, dat doen we hiermee. Jij gaat gewoon lekker zitten. Oh, komt helemaal goed. Ja. Is goed, okay, ga maar. We hebben nu dus een campagne met HelloFresh en dat is voor ons echt een uitkomst. Waarom zijn we eigenlijk? Maar wij gaan heel vaak weg en dan komen we later thuis en dan eten we heel vaak tijdens een rijden eten we fastfood. Maar nu hoeven we niet bij de supermarkt te krijgen. We krijgen gewoon van HelloFresh. Ja. Ja, we hoeven dus niet meer na te denken wat we gaan eten. We hoeven niet meer naar de winkel te gaan om te kijken wat we allemaal nodig hebben. Dat scheelt heel veel tijd en geld natuurlijk. En je leert natuurlijk allemaal nieuwe gerechten. En het is heel erg leuk, want er staat een hele goede beschrijving bij om het gezellig met je gezin te gaan doen. Ja! Ja! Wat maat te sterk! Teamwork! Wat maat te sterk! Teamwork! Tum 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 tum. Kijk dan! Wow! Dat zijn monsters! Dat zijn monsters! Oh, dat is echt heel lekker. Ja? Wist je dat er vorig jaar tot meer dan een miljard maaltijden van HelloFresh geserveerd zijn? Echt waar? Ja, dat is veel. Ja. En we mogen...
We mogen nu ook een korting weggeven tot €85 op de eerste 4 maaltijden. Ja, dat moet je even zo doen, want er komt er een link in beeld, als het goed is. Je kan niet knippen. Ja, nou, gebruik deze code, dan krijg je een vette korting. Ga daarvoor even hieronder in de beschrijving naar de link. Oké, terwijl we aan het eten koken zijn, gaan we heel even kijken naar de poll. Even kijken, 51% zet wie de meeste spekjes kan uitdelen tijdens de vierdaagse lopen. Kijk eens, gebeurt hier van alles. Is het normaal? Ja, dank je. Oké, ik heb vanaf nu dus echt heel veel respect voor mensen die gewoon elke dag koken. Dank je Ramon. Gekke werk, het is 2:30 middags en wij gaan lekker luxe avond eten. Kijk eens hoe dit eruit ziet. Oh, is het lekker, Jesse? Ja. Ik vind het echt heerlijk. De meesten hebben gestemd dat we naar de vierdaagse toe gaan om spekjes uit te delen en kijken wie als eerste zijn bakje met spekjes helemaal op heeft aan de lopers. We hebben 3 bakken, want Pip is er ook bij. Hey Pip. Ik wil een beetje mee. Iedereen krijgt dus een bak spekjes. We weten nog niet hoeveel. Ik moet nog even kijken hoeveel in de zak zitten. Weet je, ja? Ja, dus iedereen krijgt een bak. En dan moet je zo snel mogelijk opkrijgen bij andere mensen. Oké, en dan gaan we kijken wie als eerste alles op heeft. Ja, maar niet zelf eten, maar aan andere Sam, mensen. Sam, niet zelf eten. 9-9-9. Pip is er klaar voor. Sam is er klaar voor. Het enige nadeel is dat ik geen sokken aan heb. Waarom heb je geen sokken aan? Ik heb ook geen sokken aan. Je hebt ook geen sokken aan? Ja. Ik heb wel sokken aan, dat zie je ook. Jordan is goed. Zo mensen, iemand die hier de stijl loopt. Hey, kunnen jullie wat verleren? Zet het je schoffies. Ja, maar kijk Jesse. Jesse zit hier heel lang binnen. Ik zat dus te denken om hier laxeermiddel te doen voor de wandelaars. Dat echt iedereen, alle wandelaars, gewoon vet diarree krijgen. Oh, dat is echt erg. Maar hun zeggen allemaal nee. Zo flauw. Weet je hoe flauw dat is? Nee, dat is leuk. Nee, ja, wel leuk hè. Oké, meest aan mijn gelden. Laxeermiddel erin, ja of nee? Ja, 2-2. Ja, mama zei ook al nee. Daarom jongens. Vrouwen moeten dat altijd weer verpesten. Altijd. We zijn aangekomen bij de vierdaagse, jongens. Ik denk dat ze bijna afgelopen, maar kijk, er wordt geswaaid, alles. Wat een gezelligheid hier, ja, Jesse. Ja, echt hè? Er zijn ook heel veel mensen. Hè? Maar wat is er zwart lopen? Zwart lopen? Ja. Ze staan al over hebben zijn shirt. Oh, zwart lopen. Dat betekent een zwart rijden. Dat betekent dat je niet betaalt om mee te mogen. Huh? Dus die doet dan voor de gein dat hij helemaal niet mee mag lopen. Mag je niet meelopen? Ja, je moet kaartjes hebben. Ja. Echt waar? Ja. Kaartjes kopen om je surf te lopen. Ja. Wie is er nou gek, hun of wij? Ja. Oké, de tijd gaat nu in. Oh, jullie gaan met z'n drieën bij elkaar staan. Dit is echt heel erg. We kunnen. Dit is echt heel erg. Iedereen is skipt hier, jongens. Kijk eens. Oh, ja. Hey, Sammy! Ja, goed. Kijk. Ja. Oké, we gaan even kijken wat de tussenstand is. Op dit moment is Sam dik aan het winnen. Ze kijken wel allemaal naar die spekken. Ze willen wel. Kijk, dankjewel. Nou, ik heb zo'n idee wie er gaat winnen. Of hij moet allemaal zelf opgegeten hebben. Sam, hoe gaat het tot nu toe? Goed. Ja? Goed, ja. Pipje wordt geskipt. Oh. Ja? Ja? Wil jij een spekje? Wil jij een spekje? Nee, doe ik. Wil jij? Ja! Sammy! Woe! Oké, we gaan even kijken. Oh, Jesse is nou zo slim eindelijk om naar de overkant toe te gaan. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Wie gaat er winnen? Ja, jij hebt gewonnen. Wie gaat er nu winnen? Ik. Ja, en daarna Jesse ook. Sorry. Ja, kijk eens Pippi. Oh, goed zo. Jesse, hoeveel? Ja, 6. Jezus. En op dit moment Jesse die heette 6 en Pip die heette 1, 2, 3 ook 6. Oh, kijk eens. En dankjewel. 5 nog. 5. Oké, nou Pip is hier druk bezig en Jesse is er druk bezig. Maar kijk, deze dames, die zijn ook druk bezig. Mag ik er ook eentje van jullie? Ja hoor. Ja. Dankjewel. Zijn jullie de hele dag al bezig? Ja. Nou, doe bezig. Box. Succes, hè? Dankjewel. Je moet zo meer volgooien, gewoon dat ze niet door mogen lopen. Gewoon stoppen! Nee! En dan komt politie. Kijk. 1! Pip heeft er nog 1! 1-1, oh, dat wordt heel erg spannend. Ja! Hey! Tweede! Je bent de grote verliezer van vandaag. Maar die mag je wel zelf opeten dan. Sam zit echt te kijken. Honden, wil je die? Hier, pak maar. Nee. Hij wilde zo graag te spekken en dan gooi jij gewoon in de struik. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk gaan, maar ze gaan nog even door met nou chips uit de chips. Hallo, mag ik ook? Nee, alleen voor de loper. Alleen voor dunne mensen. Oh, zo, dit zijn mij.
Oké, nou, het is tijd voor de volgende poll die we gaan doen. We gaan naar de zomerfeestje hier in Nijmegen in de stad. Gaan we dan A. auto. Of B. met? Bus. Met de bus. Laat het weten. Nou, wij gaan wachten, jongens. Of niet? Ja, pak mijn benen maar. Ja. Wow! En nou? Hey! We zijn nu een tijdje verder en we gaan even kijken wat er tussenstand is. Het kan heel erg regenen. Ja, maar, ja. Nee, maar wat denk jij? Wat wil je liever, Pip? Wil je liever met de bus of liever met de auto? Liever met een bus. Echt? Ja. Waarom? Omdat dan hoeven jullie niet te rijden. Ja, Pip vindt het doodseng bij ons in de auto. Nou, 55% kiest ervoor om met de bus te gaan. Maar Pip, het is denk ik echt heel erg druk in de bus. Gewoon in de bus. Ja! Nee, het is echt maar te druk met de bus, hè? Nee, ik ga gewoon met de bus. Ja, we gaan wel met de bus, maar dat wordt niet zitten, denk ik, voor jou. Ik denk dat je moet hangen aan de palen zo. Goed, voor iedereen die heeft gestemd dat wij met de bus naar de stad toe moeten gaan, Jesse. Dankjewel, echt dankjewel. Ja. Alsjeblieft. We moeten sowieso nog een half uur wachten. En hij vervalt ook nog, dus wij hebben een probleem. Ja, echt super tof, bedankt. Hoe zullen we het nou gaan doen? Heb je moet uit de auto trekken. Je moet uit de auto trekken. Ja. Oké, dus voor iedereen die heeft gestemd dat wij met de bus moesten gaan. Ja. Dan zijn ja, we helemaal naar de bushalte gelopen. Moet ik weer helemaal teruglopen met het lichaam om de auto te halen. Sam, wat vind je daarvan? Ik heb helemaal geen zin. We hebben net één top. Hallo. Oké, nou we zijn dus met de auto zijn we naar de stad toe gegaan. Sam is weer tevreden hier zo. Oké, Sam, wat een hele leuke voor de volgende. Wat gaan we doen? Stilstaan binnen in de stad. Als een standbeeld. Ja, maar wel even dit op. Ja. Of heel dat beeld zo. Als een... helemaal zo raar gaan doen. Sam! Jesse, wat doe je al even? Kijk eens even hoe gezellig het eruit zit hier zo allemaal. Eén dingetje bereiken, omdat de telefoon is heel erg slecht hier. Dus we proberen een Instagram poll te doen. Ja, alleen, het gaat helemaal goed. Dat werkt niet helemaal. Nee, die we nu net hebben gedaan is wel gelukt. Het was stilstaan of zo gek mogelijk doen. Ja, ik doe gelukkig niet mee met deze. Nee, natuurlijk doe je daar niet mee, hè? De meeste stemmen zijn het zo raar mogelijk. Oké, Sam, ik heb goed nieuws voor je en ik heb slecht nieuws voor je. Hij zit helemaal onder de eten uit, echt van alles het eten. Doe maar het goede nieuws. Het goede nieuws is dat ik echt heel veel van je hou. Oh, dat is fijn. Ah. En het slechte nieuws voor jou is dat de meeste mensen hebben gestemd op zo gek mogelijk door de stad te gaan. Ah! Ik vind jou zo lief bij je meedoen. Ja, ik doe mee. Yes. Ja, we hadden het samen gedaan. Ah! Voor jou verandert eigenlijk heel weinig. Sam deed ook wat. Jij deed helemaal niks. Wel, jij moet overnieuw. Ik had je niet staan. Ik ga je even achterna. Sterker voor jullie twee eigenlijk. Ja, ik denk Jesse, wees wel op. Nou. Ik ben 1,5 bot. Hij is 1,5 bot, want de spijker is het. Ja, ik ook hoor. Ja? Ik ook hoor. Ik heb geen spieren. Ben jij sterker dan hem? Nee, ik ben wel sterker dan hem. Dan ik vind dit er al gevaarlijk uit, Sam. Jij moet zijn hamer hier. Nou, jongeman. Ah, Sam. Ja, hij is aan het richten. Kijk! Wow! Kijk, je krijgt een applausje, jongens. Oké, Pip, jij mag. Oké, nou komt Pip. Jongens, besef, die hamer is gewoon groter dan Pip. Wat is daar nou? Ik zie hem omhoog gaan. Waar maak jij dan? Hier langs. Dat zijn tweeën lukt het er niet eens. Ik sta er gewoon lang. Kom nou, wij een keertje. Oh, nou, hij weet het. Oh, die meneer gaat even helpen. Oké, maar nu krijgen we de spierbundel van vandaag. Ja, kijk. En. Oh, ja. Dat gaat niet voor zijn hoofd, hè? Ja! Pip! Ik kan. Wat heb je? Er zit een lampje in, hè? Hey, besef, jij kon gewoon harder slaan dan Jesse en Sam, hè? Zo. Hey, high five. High five. Ja. Mama komt hier. Ja, nee, niks. Die man deed helemaal niks. Oké, nou, we zijn nog steeds in de stad. Pipje, hoe vind je het hier? Vind je het leuk? Ja. Hey, zullen we er nou eentje met jou doen? Dat hun mogen bepalen wat jij moet gaan doen. Dansen. Of drinken? Drinken bestellen. Ik denk dansen. Wat zou je zelf het liefste willen? Dansen. Oké, we gaan nu een poll maken en dan mogen jullie kiezen of Pip gaat dansen met zo'n groep dansers daar.
of dat je hier drink gaat bestellen. Oké, we hebben op de juiste plaats zomerfeest in Notbub. Gaat ze meedansen met een hiphopgroep of gaat ze zelf drinken bestellen, jongens? Oh yes, Abby! Nou jongens en meisjes, het is helemaal duidelijk. 66% heeft ervoor gekozen dat Pip moet gaan meedansen. Nee, 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 dat Pip of niet? Ja? Ja, hey. Meneer. Zijn we even met je dansen? Dansen? Nee, nee. Nee. Kijk eens even. Hey, zijn jullie er veel? Ja, het gaat heel fijn. Kijk eens, kijk eens. Woo! Kijk eens, jongens en meisjes. Ja, dat moet op de drie plus jongens. Ja, 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 ja. Kijk, hebben we live 5, hebben we live 5. Wat goed gedaan! En dit is onze Instagram poll. Nou, we hebben nog lekker gechilled in de stad. Hoe tof was het dat Pip ging optreden met al die mensen en de applaus die ze kregen, echt superleuk. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedoen aan deze Instagram poll. Volg ons niet op Instagram, ga dat dan zeker even doen. Dan mis je nooit meer leuke foto's, leuke dingen die we doen. Wij gaan even door, als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. En tot de volgende keer. Doei!